Super, wat is dat juist? Dat is 7 jaar geleden gestart. Dat was een samenwerking tussen alle Hasseltse musea om een tentoonstelling te maken over beeldende kunst, mode en design. Wat eigenlijk geen zo'n gemakkelijke combinatie is, dus, maar dat is toch al 2 keer gelukt. En dit is de 3e editie. 3e editie, maar deze editie draagt de titel SuperBodies. Ja, dat, is, wel, dat heeft mij ook een beetje overvallen, moet ik zeggen. Dus ik heb dat eigenlijk niet gekozen, maar op een bepaald ogenblik hebben een paar mensen van de stad mij gevraagd van tja, wil je eens komen praten over de tentoonstelling over lichamen? En doordat ik heel veel over dans en andere podiumkunsten en performance geschreven heb en veel mensen ken, dacht ik van, ah ja, daar kan ik misschien wel eens iets over vertellen. Dus ja, daar had ik wel zin in om daar naartoe te komen. En dan bleek eigenlijk dat het ging over het maken van een concept voor een tentoonstelling. En doordat die triennale super heet, mm-hmm. en men dacht aan het thema lichamen, ja, dan krijg je gewoon SuperBodies. Dus ik heb dat thema of die naam op zich niet gekozen. Maar ik heb dan wel op dat ogenblik gedacht van, ah ja, we moeten daar eens goed over nadenken, want het ligt zo voor de hand dat we hier nu grote krachtpatsers en enfin, allerlei speciale figuren gaan hebben. Ja. Misschien moeten we gewoon helemaal anders redeneren, van lichamen, dat zijn ongelooflijk wonderlijke dingen. Dat is echt iets heel speciaals. En het is zo speciaal dat we er nooit meer over nadenken, omdat we zijn zo gewoon, we hebben het, we lopen er mee rond, we doen er van alles mee. Maar wie daar echt over begint na te denken, die valt van de ene verbazing in de andere. En er zijn echt zeer belangrijke kunstenaars die daar gewoon een groot stuk van hun carrière aan gewijd hebben. Aan het nadenken over, ja, maar hoe komt het dat wij dit ding als het onze ervaren? En wanneer hebben we dat lichaam? Wanneer zijn we dat lichaam? Hoe komt het dat ik met jou... Mm-hmm. Wij staan hier te praten, maar het is helemaal niet zo evident. En dat ik jou kan lezen of iets, jouw gezicht iets in kan verstaan. En jij omgekeerd in de mijne. Waar gebeurt dat allemaal? Welke instrumenten zitten daarin? Hoe ontstaat beweging? Hoe ontstaat verbeelding? Dus er zit heel veel... Het zijn niet alleen hedendaagse choreografen? Nee. Dus heel veel beeldend kunstenaars. Maar het merkwaardige is... ik had daar onlangs met Bill Forsyth, die hier dus ook in de tentoonstelling zit, die natuurlijk een wereldberoemd choreograaf is, mm-hmm. enfin, de grootste alive, denk ik, ja. Een gesprek. En die heeft dus bijna in het geniep een heel beeldend oeuvre bij elkaar gemaakt. Jaar na jaar. En jaar na jaar komen daar dus dingen bij en dan toont hij die overal. En hij zegt ook van... Ja, maar de kunst is één groot gesprek en ik spreek met Richter en ik spreek met de keersmaker, maar ik spreek ook met Vermeer. Ik bedoel, de kunst, dat is een heel groot verhaal en ik werk in mijn kunst met beweging, zoals Vermeer, enfin, om nu maar zo het hele oude met verfwerk. Maar wij zijn allebei kunstenaars, we zitten ons hier niet een beetje te amuseren. We proberen dingen helder te krijgen en scherp te krijgen.